Ja, zo moet het worden. U ziet, ze zijn het ponton aan het bouwen. Dat ponton dat komt hier te liggen. Dit is de Oosthavenkade, dit is de Westhavenkade. En het ponton is toegankelijk vanaf de Oosthavenkade, waar je de productieunits hebt, waar de artiesteningang is en dergelijke. Het water in de Oude Haven en de Vlaardingse Stadskraan liggen er nu nog rustig bij. Maar vrijdag en zaterdag is dat wel anders. Voor de kraanconcerten wordt een groot podium op het water gebouwd, waar verschillende artiesten zullen optreden. En die pontons waarmee het podium wordt gebouwd, komen toch wel op een bijzondere manier de Oude Haven in. En die gaan dan in twee secties, want de sluizen zijn niet breed genoeg om dat één keer te doen. Die gaan dus in twee secties er doorheen. Wat is verder de bedoeling? Dat er wat bootjes voor komen te liggen. Dan hier ligt de Balder. Daar hebben we een VIP-programma voor op de vrijdag en de zaterdagavond. De mensen hebben het betaald voor een diner. En een veertigtal mensen die kunnen dus op die avond daar gebruik van maken. In de haven zelf wordt er ook al hard gewerkt om de laatste puntjes op de i te zetten. Rond de haven worden hekken geplaatst en de pontons worden aan elkaar vastgemaakt tot één groot podium. Dat podium komt dus een stuk naar voren, goed zichtbaar, hoog op het water, zodat de mensen ook een stukje omhoog krijgen om alles goed te kunnen zien. Op vrijdag en zaterdag zijn er allemaal verschillende soorten acts. Zo komen bijvoorbeeld Ernst & Bobby, CC Grant en de Kick langs. Maar de muziek gaat vrijdagavond een hele andere kant op. Dan klinkt er vanaf het podium midden in de haven klassieke muziek. Het is zeker geen zwaar klassiek programma. Het is heel gevarieerd in de eerste plaats. Er zitten verrassingen in. Op een gegeven moment staat het podium vol met trommels bijvoorbeeld. Nou, als je aan klassiek denkt en een podium vol met trommels, dan is dat niet het eerste waaraan je denkt. Er zitten ook bewerkingen in van moderne popsongs. Het is een heel gevarieerd, met lichte toetsen erin voor het Vlaamse publiek.